Kijk wat ik ga laten zeggen, man. Nou, ik ben benieuwd, vriend. Kai Hierings gaat een schets laten maken in de tattoo shop van Andy in Driebergen. Dave Bulthuis weet al wat hij wil. Hij gaat de naam van zijn vriendin op zijn buik zetten. We gaan vandaag voor het eerst samenwonen, of hoe je dat ook mag zeggen. En dit is een verrassing voor haar. Bulthuis heeft meerdere tatoeages en is geïnspireerd door Kai Hierings. Maar niet alleen zijn collega bij FC Utrecht is een voorbeeld voor de linksback. Ik denk dat iedereen natuurlijk opkijkt naar David Beckham. Een beetje zijn tatoeages, geïnspireerd worden door zijn tatoeages. En niet dat je dan per se dezelfde dingen moet zetten, net als wat ik ook heb met een beschermengel. Je zet niet hetzelfde, maar wel ook een engel en dan in een andere vorm. En ik denk dat iedereen natuurlijk zijn inspiratie van dingen haalt. Het begon bij Hierings dichterbij. Hij zag zijn vader een kleine tatoeage zetten. Ik heb dat maar steeds maar meegenomen en ik dacht, ik kan niet wachten tot ik oud genoeg ben. En eigenlijk toch een beetje stiekem gedaan, omdat ik niet kon wachten. Dus, Hoe waren de reacties toen je thuis kwam? Nou ja, ik dacht dat ik er nog wel even kon verbergen en dat ze het niet zo erg zouden vinden. Maar mijn moeder vond het niet mooi en ze zegt, ja, je hebt zo'n mooie huid en het is zonde. En nog steeds hoor, elke keer als ik wat erbij zit, ja, dit is de laatste, hè, dit is de laatste. Dan zeg ik, ja, is goed, maar. En dan ben ik alweer bezig met iets anders, dus het wordt leuk straks. Veel van de tatoeages bij Dave en Kai hebben een symbolische betekenis. Vooral de families spelen een belangrijke rol. Zo heeft Dave een beschermengel en de geboortedatum van zijn broertje op zijn arm. Dat was net zo'n verrassing als dat ik eigenlijk met mijn vriendin vandaag heb. En ik vond het hartstikke top. Ik bedoel, hij kijkt natuurlijk enorm naar mij op. Ook als broer en als voetbalspeler. En hij vindt het alleen maar mooi. Ik ben begonnen met mijn zusje, mijn moeder en mijn vader. Dat waren de eerste tattoos, was ik 16 volgens mij. En die ben ik uit gaan breiden. Mijn oma is overleden, dus vandaar de vleugels erbij, bij mijn moeder. En voor de rest heb ik datum van mijn zusje, geboortedatum van mijn zusje heb ik erop staan. En veel is ook gewoon opvulling, zeg maar, en wat ik mooi vind. Dave's een tatoeage voor zijn vriendin is af. Weer hard, hè, dit? Het is nu de beurt aan Kai om een idee te krijgen van zijn rechterarm. Daarna zet hij er voorlopig niets meer bij. Nou, nog even niet. Als mijn rechterarm vol zit, dan zit ik aardig onder. Maar ik denk dat ik dan nog even klaar ben met de tattoos. Nou ja, deze Japanse sleeve wil ik dan helemaal doortrekken. En voor de rest ga ik ook aan mijn borst beginnen. Wat ga je daar laten zetten? Ja, daar ben ik nog niet uit. Die ga ik nog laten maken. Volgende maand gaat Kai zijn rechterkant onder handen laten nemen. Maar als het aan Dave en Kai ligt, zijn zij niet de enige binnen FC Utrecht die nog een keer terugkomen in de tattoo shop van Andy. De kogel. De kogel, ja. De kogel moet helemaal vol. Ja.